De laatste pinautomaat van Wurt sluit, dat heeft de Rabobank Rijk van Nijmegen bekendgemaakt. Veel automaten in het Rijk van Nijmegen zijn inmiddels vaker gesloten in verband met het grote risico op plofkraken. In Wurt is nu de laatste pinautomaat uit het straatbeeld verdwenen. Pinnen kan alleen nog maar in de supermarkt in het dorp. Woners van Wurt betreuren het. Ik weet dat de pinautomaat gaat verdwijnen. Ja, ja. Vanwege de inbraken en dergelijke en veiligheid. De mensen die slechte been zijn, die plaatsen het geld te pinnen, gaan ze naar Beuningen toe. En daar doen ze dan gelijk de inkopen. En dat zal zelf wel voor de bakker zijn als voor de coöperatie of wat ook wat er dan ook zijn moet. Ik snap de angst van plofkraken, maar ik denk wel dat je de faciliteiten moet bieden als Rabobank zijnde. Om in ieder geval een beurt een mogelijkheid te hebben om te pinnen. Ik denk dat er wel veel mensen de koop in zullen gaan om daar dan te pinnen. Als het laatste redmiddel, zal ik maar zeggen. Als jij hier op leeftijd bent en jij moet geld gaan pinnen, dat je straks alleen naar Beuningen of naar Nijmegen toe kunt.